allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie mijn make-up stash laten zien. Ja, het is niet echt super de puber veel. Weet je wel, van die beauty bloggers, die hebben echt kei veel. Vergeleken met mij is dat niks, laten we het zo maar zeggen. Ik ben ook geen beauty blogger. Ik maak wel eens beauty filmpjes, maar nee, ik ben geen beauty blogger, denk ik. En mijn haar is nog een beetje gekruld van gisteren. Ik had gisteravond gekruld. En hier, kijk, dit is nog wel echt een krulletje. En ja, ik vind het echt hartstikke leuk staan. Dus laten we beginnen. Doe alvast zeker een bladduimpje omhoog. En laten we beginnen. Laten we beginnen met dit stuk. Dit is zeg maar het begin. En dan heb je hier eigenlijk ja, mijn bakje met wat ik eigenlijk het meeste gebruik. Dus laten we maar gewoon hier beginnen. Allereerst heb ik hier twee borstels. En ja, die zwart is voor mijn pruik. En deze roze was gewoon voor mijn eigen haar. En deze gebruik ik dus ook voor mijn eigen haar, die roze. Dan heb ik hier een bakje. En er zit, ja, hier zitten een paar spulletjes in. Bijvoorbeeld een oogschaduwbonnetje. Dit is mijn allereerste oogschaduw die ik een keertje kocht. En ik gebruik dit altijd voor blush. Dit is 03 Pink Eyeshadow. Deze zijn al lang niet meer te koop. Was een Janneke collectie. En ik vond het zo leuk. Kijk, er komt nogal echt wat af. En weet je, ik moet hier echt denken bij, zeg maar, een MAC. Iets van MAC, zo'n MAC blush. Ik heb nog niet iets van MAC. Nou ja, hier heb ik nog twee Essence oogschaduw paletjes. Dit was mijn allereerste paletje. En Marlies en ik vonden het zo tof. Ja, ze hebben wel goed pigment op zich. Nog een blush. In het tweede laadje zit nog twee oogschaduw paletjes van, ja, de Action. Weer een paar van die Essence monootjes van de oogschaduw. Dan heb ik hier een brush soap. Dit is voor je kwasten. Je moet hier wat warm water bij doen. En zoals je ziet heb ik het al gebruikt. En het is heel erg fijn. En het was volgens mij 10 euro bij de Douglas. Dus dit is zeker een aanrader. Dan heb ik daar nog de Action kasten die ik echt al jaren gebruik. Nou ja, laten we zeggen 3 jaar. Dan heb ik dit bakje ook bij de Action gekocht met die watjes. Dan zijn dit de verzorgingsdingetjes. Dit is een lotion van de Body Shop. Hiermee reinig ik altijd mijn ogen meestal en mijn concealer. En dan is de reinigingsmelk, dat gebruik ik voor als ik echt bijvoorbeeld heel veel make-up heb opgedaan voor een feestje of zo, vooral. En af en toe ook om het echt goed te reinigen. En dit is voor mijn pruik om af en toe in mijn haar te sprayen, maar dat is niet zo belangrijk. Dan gaan we naar het echte natuurlijk. Dit is ja eigenlijk wel mijn make-up. Allereerst heb ik hier een W7 palet. Dit is de W7 in de Buff palet. Super mooi. Dit zijn de kleuren en ik vind het echt heel erg mooi. Dan heb ik allereerst een beauty blender. Dit is een Catrice blush en deze gebruik ik elke dag. Dit is mijn poeder van dat witte poeder. Dat fixing compact powder wat er ook op staat. Dat gebruik ik ook elke dag. Het welbekende Catrice eyebrow setje. Deze gebruik ik nu even niet omdat ik mijn wenkbrauwen nu wel mooi vind. En nog dit contouring blush en bronzing powder. Paletje van Elf. Deze heb ik van mijn nicht gekregen uit Amerika. Echt, I love it. Echt, die bronzer is super mooi. En de blush ook. Dan heb ik hier een Essence Isle of Stage oogschaduwbasis. Ik vind het niet echt heel erg fijn. Zoals je ziet is die gewoon echt oranje. Dan heb ik hier mijn dagelijkse mascara. Deze is van Essence. Het is de Maximum Definition Volume Mascara. Zo ziet die eruit. En deze is ook echt een aanrader voor als je vollere wimpers wil. Dan heb ik hier twee Catrice concealers. En deze is wat te donker. Ja, door het licht is het niet donker. Maar dit is mijn everyday concealer. Dan heb ik hier nog een mascara. En deze gebruik ik nu niet meer elke dag. Maar die gebruik ik nog wel eens soms. Dit zijn mijn twee favoriete kasten van Real Techniques. En voor mijn verjaardag ga ik ook oogschaduwkasten ervan vragen. Dan heb ik hier achter allemaal lipproducten staan. Dit is eentje van Essence 13 Love Me. Zo ziet die eruit. Nog een setje van de Action die ik een keer had. Zoals jullie weten denk ik is dit mijn all-time favorite lipproduct. Het is echt super goed. Het is mat. Helemaal mat. Dus dit is echt een aanrader voor de mensen die nog een goede soft matte lipcream zoeken. Dit is de bekendste en dat is Stockholm.
Super mooi kwastje ook. Deze kleur. Dit is eentje van Catrice. Een hele mooie felle. Dit is de Ultimate Stay 160 Don't Worry Be Berry. Zo ziet hij eruit. Dit is de swatch. Dit is nog een oude concealer van, ja, The Action. Twee lipsticks van Essence. Eentje 09 I Feel Pretty. En 10 Glamour Queen. En deze primer kwast voor 1 euro was hij volgens mij. Gebruik ik dus voor dat witte poeder. Dan nog een Essence Color & Care lipstick. Ja, met avocado butter. Zo ziet hij eruit. En dan als laatste een beetje nog de kwasten. Deze kwast is eigenlijk zo van Nature kwast, maar ik vind dat niet fijn. Maar deze gebruik ik voor mijn maskers. Deze Essence Blending kwast gebruik ik dus voor het blenden. Een nagelveldje. En nog één. En nog een eyeliner van Essence. Niet echt heel erg fijn, maar ja, ik gebruik hem wel eens af en toe voor de lol. Dan heb ik nog deze Maximoor Contour Palette die ik dus heb getest. Check hem zeker eventjes, link in de beschrijving. En als allerlaatste deze Douglas Palette. Als jullie willen dat ik deze ga reviewen, zet het dan zeker even in de comments. En ik heb zelf ook nog niet bekeken, dus zet het zeker dan even in de comments als jij wilt dat ik dit ga reviewen. Dit was mijn make-up stash. Het duurde misschien een beetje lang. Sorry daarvoor, maar ik heb heel vaak de vraag gekregen of ik een make-up stash wou doen. Dus voor iedereen die dat wou, super bedankt voor het kijken. En ook iedereen die dat niet heeft gezegd, maar het wel leuk vond, doe dan zeker ook een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te klikken naast de abonneerknop, zodat je helemaal niks van me mist. Zodat je de eerste kan zijn die mijn video misschien wel ziet. En dan zie ik jullie bij. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doeg! You can't stop the tears from falling down.